Ja, dan de nieuwstrend, Rob. We hebben een nieuwe informateur, hè? Ja, waarschijnlijk wel. Herman Tjeek Willink gaat het worden, de nieuwe informateur. Er wordt op sociale media een beetje wisselend op gereageerd. Veel twitteraars denken dat het een trucje is, hè, zo'n PvdA prominent benoemen, om uiteindelijk de PvdA aan de formatietafel te krijgen. Dus niet direct hele positieve reacties. Volgens het AD is de Kamer in ieder geval wel heel positief. Dan hebben ze volgens mij buiten de PVV gerekend, want dit twitterde Geert Wilders vanmiddag. Hij zegt: het is blijkbaar al beklonken, iedereen juicht, nou ik niet. Bah. Ook Thierry Baudet is niet zo positief, zag ik net op Twitter. En de Volkskrant die constateert dat op deze manier het ancien regime terug is gekeerd in de Nederlandse politiek. Het oude regime. Want Cenk Willink was natuurlijk jarenlang de vicevoorzitter van de Raad van State. Ja. Heeft ook een hele goede band met het Koningshuis. Werd ook wel de onderkoning genoemd de afgelopen jaren. En hij is zelfs de peetoom van Amalia. Dus hij zit heel dicht bij het Koninklijk Huis. En op die manier keert de koning ook een beetje terug in het formatieproces, zeggen veel twitteraars. He, want sinds 2012 is dat afgeschaft, heeft de koning formeel geen rol meer. Ja. Iemand twittert: de informatie is weer in handen van de geest van Beatrix. En daar ben ik blij mee. Nou, hoe het ook zij, in wiens handen het ook is, in ieder geval niet meer in de handen van Edith Schippers. Terwijl ze de afgelopen vrijdag toch wel een beetje schimmig over was. Ik ga dit weekend mijn verslag afronden. Ik heb er ook alle vertrouwen in, met de kennis die ik vandaag heb opgedaan, dat het advies zal zorgen dat daarna in de volgende fase de boel weer meer in beweging komt. Oké, dus in die zin is het wel een verrassing, Rob? Nou, voor mij in ieder geval wel. En ik sprak erover met onze collega politiek verslaggever Remco Teulings. Dat Edith Schippers stopt als informateur is geen verrassing. Daar neigden ze al toe nadat de formatiepoging met GroenLinks was mislukt. Dat Cenk Willink is benaderd is wel een verrassing, in ieder geval voor hemzelf. Toen ik hem vanmiddag belde, zei hij dat het telefoontje van Edith Schippers toch wel onverwacht kwam. Maar hij heeft zijn plan voor deze week omgegooid en vertelt dat hij beschikbaar is. In het landsbelang, dus eigenlijk met een beetje frisse tegenzin. Ja, zou je misschien wel kunnen zeggen. Je moet natuurlijk ook wel tegen een stootje kunnen. Hè, als je ziet wat voor een kritiek de afgelopen weken over Edith Schippers is uitgestort. Ja. Cenk Willink weet natuurlijk hoe dat is. Want in 2010 heeft hij ook al met dat beltje gehakt. Toen was hij de zevende formateur die moest gaan proberen om de formatie op dat moment vlot te trekken. Dat lukte. Het minderheidskabinet Rutte 1 werd geformeerd. En Cenk Willink liet toen aan NOS-verslaggever Ferry Mingelen weten dat hij onder zo'n situatie, onder zoveel stress, heel goed tegen kritiek kan. In tegenstelling tot sommige journalisten. Ik dacht te verklaren. Nee, ik weet dat u zeer allergisch bent op kritiek op u. Ik ben dat wat minder. Misschien kunnen we daar wat van elkaar nog leren. Ja, dat was niet bepaald zijn eerste formatie. Dat was 2010. In 1994 was hij als informateur betrokken bij Paars 1. In 1999 moest hij Paars 2 zien te redden na de nacht van Wiegel. Weet je misschien nog wel. Minder bekend is dat hij in de jaren 70 ook al vanaf de zijlijn betrokken was bij twee andere formaties. Namelijk van het kabinet Den L en Van Acht. Daar was hij ook al dichtbij. Nou, laten we dat nou net de twee langslopende formaties zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus ervaring genoeg volgens Remco Teulings. Niemand in Den Haag heeft zoveel ervaring met formeren als hij. En hij heeft ook al opvattingen over hoe een nieuwe coalitie eruit zou moeten zien. Hij vindt namelijk dat er een brede coalitie moet komen met een regeerakkoord dat niet al detail is dichtgetimmerd. Dus dat komt wel goed erop. Ja, dat is natuurlijk een makkie. Zeker als je kijkt naar de satirische website De Speld. Ze hebben een overzichtje gemaakt van hoe het er nou allemaal in elkaar zit tijdens de formatie. En dat ziet er inderdaad totaal niet ingewikkeld uit. Helemaal duidelijk.